U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een sterk wisselende dag met soms felle zonneschijn, maar ook stevige buien, waarbij het soms omweerde en waarbij hagel voorkwam. Op de radar zagen we ze goed over ons land trekken. De zwarte pitten, dat zijn de felste buien die we over het midden van het land richting het Noordoosten zien gaan. En ook boven België komen toch nog wel een paar felle exemplaren onze kant op. Het is dus nog niet voorbij met die neerslag. En ook vanavond zullen we nog wel wat buien tegenkomen. In het binnenland worden ze langzaam maar zeker minder actief op het moment dat de temperatuur gaat dalen. En tussen de buien door houden we ook nog steeds de opklaringen. Vannacht vooral in de kuststrook nog wat buien kans op onweer blijft daar aanwezig. In het binnenland is het hoofdzakelijk droog. En tijdens een wat langere opklaring kan het behoorlijk afkoelen, tot 5 graden of net iets minder. De wind neemt wat af, vooral in het binnenland. En morgen overdag staat er een matige wind uit het westen tot noordwesten. Bij zee is de wind af en toe vrij krachtig. Temperaturen komen aan 13 tot 16 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd. De buienkans blijft. En in eerste instantie zien we die buien vooral langs de kust. En in de loop van de dag trekken de buien dan geleidelijk aan verder het binnenland in. Ook in het oosten van het land kan nog onweer voorkomen tot in de avond, dan wordt het geleidelijk aan droger van het westen uit en begint het ook weer op te klaren. Voor donderdag. Een overwegend droge dag. Vooral in het westen veel zonneschijn. In het binnenland wat stapelwolken en lokaal misschien een enkele bui. Op veel plaatsen is het al droog en wordt het 17 graden. Vrijdag 18, misschien wel 19 graden hier of daar. Een droge dag met geregeld de zon erbij. Zaterdagochtend vroeg trekt er een storing over. Met wat bewolking en wat regen. Daarna klaart het weer op. Maar er stroomt ook weer koelere lucht het land in. Want zaterdag doen we het met temperaturen van een graad of 14. Voor de dagen die volgen zien we een flink verschil in temperatuur. Het is allemaal wat onzeker waar het precies heen gaat. Maar voorlopig kunnen we concluderen dat echt zomerweer er nog niet in zit. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.